Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft vandaag bij een bezoek aan de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo zijn waardering uitgesproken aan het personeel. Het bezoek is in verband met de Internationale Dag voor de Herdenking van Verkeersslachtoffers, dat elk jaar op de derde zondag in november plaatsvindt en dit jaar valt op zondag 20 november. Op deze dag worden de miljoenen verkeersslachtoffers herdacht en wordt er stilgestaan bij de gevolgen voor de nabestaanden. Minister Amoksi ging dan ook langs bij enkele verkeersslachtoffers. Laat mij aangeven, ik heb het ook buiten gezegd, dat het hier verschrikkelijk druk werken is. Het is stressvol. Het is aangrijpend voor u, al bent u getraind, maar telkens weer weet je, pijn in verschillende gradaties om dat mee te maken. De mensen die hier komen, de slachtoffers die hier komen, om dat allemaal te ondergaan. En dat u onder die omstandigheden nuchter en cool blijft, dat u precies moet doen wat nodig is om te doen. Vandaar deze waardering. En ik wil u zeggen, gaat u zo door. Weet je, we hebben u nodig, Suriname heeft u nodig, de verkeersslachtoffers hebben u nodig. En wij op het ministerie, we doen er alles aan om u minder werk te geven. Dat is veiliger verkeer. Weet je, verkeersmeubilair dat er is. De politiemannen, politieambtenaren, ik ga niet zeggen politieambtenaren, maar dat er verkeershandhavers er zijn om richting te geven, om gezag uit te stralen in het verkeer, dat de mensen zich gedragen, dat we minder slachtoffers krijgen. Amoksi zegt dat het nodig is dat de medewerkers bij de spoedeisende hulp het wat rustiger gaan hebben op de werkvloer. Justitie zal trachten daaraan een bijdrage te leveren middels het terugdraaien van het aantal slachtoffers. Op deze Werelddag voor Verkeersslachtoffers wordt er ook stilgestaan bij hulpdiensten en hulpverleners en wordt er nagedacht over hoe verkeerssituaties kunnen worden verbeterd. De dag werd opgericht in 1995 en 10 jaar later overgenomen door de Verenigde Naties. Het thema voor dit jaar is Omzien naar elkaar.